De kermis mag dan pas zaterdag starten. Nu al komen de eerste exploitanten om op te bouwen. Met 71 attracties mag Horen zich een van de grootste kermissen van het land noemen. En zeker na een dodelijk ongeluk in de VS ligt de veiligheid nog meer onder een vergrootglas. Is dat nog reden om hier misschien extra controles uit te voeren? Nee, absoluut niet. De keuringen die zijn geweest zijn zodanig dat en de exploitant en het publiek erop mag vertrouwen dat de attractie voor 100% veilig is. Moet elke kermis weer alles, alle bouten nakijken, alle verbindingen nakijken. Las na checken op scheurtjes. Het is altijd een vaste prik. Deze week werd bekend dat het ongeluk in de Verenigde Staten waarschijnlijk is veroorzaakt door verroesting van binnenuit. En daar begrijpt deze exploitant niets van. In Nederland worden de attracties regelmatig streng gecontroleerd. Maar ook voordat die überhaupt de fabriek uitrolt, wordt er van alles getest. Ze hebben tekeningen en die worden in een computer gestopt. En dan laten ze hem, ik weet niet hoeveel jaar versneld simulatie draaien, zeg maar. En wij zijn met deze attractie denk ik een jaar bezig geweest, alleen om de tekeningen voor elkaar te krijgen. En toen pas gingen ze hem bouwen. Dus ik vind het heel vreemd dat zoiets heb kunnen gebeuren, zeg maar. Geen last van gehad dat mensen misschien toch wel huiverig zijn om een attractie in te gaan? Nee, ik merk niet dat de mensen twijfelen of zo. En tot op heden krijgen we geen signalen dat het bezoek aan de kermis is afgenomen. Er kan bijna niks misgaan. Het is gewoon 100% veilig. Zaterdag begint de kermis en die duurt nog tot en met 21 augustus.